wees eerlijk. Eigenlijk mag je die dingen niet zeggen in Nederland. Maar ik vind niet zo leuk hoor, belasting betalen. Want laten we eens even optellen wat we allemaal betalen. Inkomstenbelasting, winstbelasting. Een beetje tegen zijn successierechten. BTW, WOZ, privébijtelling op de auto. Nou, het gaat maar door en door en door. En bijna alle belastingen gaan dit jaar dankzij dat fantastische linkse kabinet omhoog. Wordt het ooit nog minder met die belastingen? Nou, ik zou er niet op rekenen. Maar we gaan het wel vieren. Op 3 juli is het namelijk Tax Freedom Day. Dat is de dag dat we eindelijk bevrijd zijn van de gezel van de fiscus. Vanaf dat moment werkt u gewoon weer voor uzelf. En je vraagt je wel eens af, wat doen ze toch allemaal van die miljarden? Hele nuttige dingen. Subsidies voor lesbische, allochtone praatgroepen in de Bijlmermeer waarschijnlijk. Verhoging van de ministers salarissen. Nieuwe snelwegen of vliegveld, dat doen ze niet, want dat zijn allemaal zonde, dat hebben we toch ook allemaal niet nodig. Nee, ik denk dat die 150 miljard alleen al directe belasting, dat die gewoon heel goed besteed wordt aan meer bureaucratie eigenlijk, ja. Nou, prima toch? 52% belasting als toptarief, is dat nou veel? Nou, vind ik niet. Je mag bijna de helft zelf houden. En van wat je dan houdt, betaal je nog wat andere dingen. Een beetje BTW en misschien is wat benzineaccijns, dubbeltjes. Moet je ook niet kinderachtig over doen. Dus uiteindelijk mag je misschien wel 20% zelf houden. En Jan Marijns heeft dus wel gelijk. Die belastingen mogen gewoon omhoog hoor. Iedereen die meer verdient dan Balkenende is gewoon een misdadiger. Is gewoon een smerige zakkenvuller. 80% toptarief. Dan gaan we pas naar een sociaal Nederland toe. Dus eigenlijk zou die Tax Freedom Day in december gehouden worden. Zo rond Sinterklaas mag je voor jezelf aan het werk. Maar ja, het is 3 juli, omdat onze linkse regering veel te genereus is voor die rechtse rotzakkenvullers. Nou, u kunt er wel bij zijn. 3 juli wordt mooi weer. Taxfreedomday.nl. Check it.